Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van DSTV. Helaas is dit ook de laatste van dit seizoen. Wij gaan er een tijdje tussenuit. Maar dat betekent niet dat er niet iets anders leuks te zien is op DRTV. Deze aflevering gaan we eigenlijk een beetje het theaterseizoen afsluiten. Want ja, alles loopt ten einde en dus ook een beetje het theaterseizoen. Over de Schouwburg. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks te doen is in de Deventer Schouwburg. Dat heb je fout. Nu wordt het podium eigenlijk gegeven aan de amateurverenigingen binnen en buiten Deventer. Ik kan je aanraden om even een kijkje te nemen op de site deventerschouwburg.nl, zodat jij kan zien wat er allemaal speelt. Zelfs nu dit stopt, betekent het niet dat meteen alles stopt. En omdat het eigenlijk het laatste item is van dit seizoen, heb ik besloten om de tip zelf weg te geven. De tip van deze laatste aflevering is geworden Orpheus Mijn Idool. Orpheus Mijn Idool is een musical die gespeeld wordt door 50 kinderen / jongeren uit Deventer. Het wordt gespeeld door de Deventer Jeugdmusical, wat een super leuke vereniging is. Ik zit er zelf ook bij en ik speel zelf ook mee in Orpheus Mijn Idool. Orpheus Mijn Idool gaat eigenlijk over Orpheus. Orpheus is een zanger met nogal wat spatjes en weet ik veel wat. Natuurlijk, omdat ik eigenlijk al weet wat er allemaal gaat gebeuren, is het voor mij makkelijk om te zeggen dat jij moet komen kijken. Maar ik ga je er straks nog wat meer over vertellen. De voorstelling is te bekijken op 15 en 16 juni in de Deventer Schouwburg. En hierbij nodig ik je van harte uit om echt een kijkje te komen nemen. Want het is echt de moeite waard. Harte uit om te komen kijken naar Orpheus Mijn Idool. Alle talent van Deventer komt samen bij de Deventer Jeugdmusical. De sfeer is goed, de muziek is goed, het spel is goed, alles is perfect. En het leuke aan de Deventer Jeugdmusical is ook dat het een hele diverse leeftijdscategorie heeft. Het zijn kinderen vanaf 8 tot en met 19 jaar. Ja, die laatste ben ik, 19. Ik ben de oudste. De CKV-tip. En omdat het theaterseizoen naar zijn einde is gelopen, zijn er helaas geen CKV-tips meer. En om deze aflevering toch een leuk einde te geven en dit seizoen volledig af te sluiten, heb ik besloten om alle hoogtepunten van deze 11 afleveringen even voor jullie op een rijtje te zetten. Hallo lieve mensen en welkom bij de eerste aflevering van DSTV. Dit seizoen. Maar ik ga jullie zeker niet vergeten. Ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie iedere keer hebben gekeken. En uiteraard alle schouwburgers waar ik zo openhartelijk ontvangen ben om jullie de tips te geven. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. En jongens, ik zie jullie volgend seizoen weer in de Deventer Schouwburg. Ciao lieve mensen!